Hey, hallo iedereen. Ik ben Danny. En ik ben Kurt. En welkom alweer bij de derde aflevering van Merde. We hebben voor jullie terug een bomvolle aflevering klaarstaan. Een aflevering met het laatste theaternieuws. Maar voor we daaraan beginnen, wil ik jullie even eraan herinneren om te klikken op de abonneerknop en het belletje ernaast. Zo blijf je op de hoogte van onze komende video's. Nee. Nee, Kurt. Niemand? We zijn er nog niet beu. Ah, nee, we zijn zeker nog niet beu. Nee, want we dachten, 2 is geen. Dus hier zijn we met de derde aflevering. Goed. En welkom bij Merde. Bij de vierde aflevering heb je helemaal geen stem meer dan of wat. Nee, dat zou wel eens kunnen, Dennis. Ik dacht dat we het daar niet over zouden hebben. Ja, ik zit met de verkoudheid, ja. Mijn excuses daarvoor. Ja, dat kan je goed. Ja. Het mag toch eens gezegd zijn, dacht ik zo bij mezelf. Nu we praten van het moet gezegd zijn, even een kleine korte disclaimer, want de volgende 5 minuten praten we over onze eigen productie. Zo is dat. Ja. Hè? Ja. Maar we zouden dat niet doen als we zelf niet 100% overtuigd waren van die productie. Ja. Want het is niet zomaar een toneelstukje. Nee, dat is waar. We hebben wel getwijfeld. Gaan we dat doen? Gaan we dat niet doen? Maar goed, we zijn uiteindelijk ook alle drie bezig met theater. Trouwens, nog even Johan, onze cameraman. Voilà. Daar is hij. Dus alle drie bezig met theater en we zijn alle drie bezig met hetzelfde project op dit ogenblik. En dat is inderdaad iets heel speciaals. Wij noemen dat een theaterspectakel. Excuseer. Op een unieke locatie, hier in Zwevegem. De Transfossiete, dat is een oude elektriciteitscentrale hier in Zwevegem. En wat maakt het dan zo spectaculair? Ja, we hebben... Kurt, geef me cijfers. 19 acteurs. Voilà. 25 figuranten. Voilà. Een decor van 7 meter hoog in 3 niveaus. En daar komt dan nog... Ja, het is ook speciaal in die zin dat het met hoofdtelefoontjes zal zijn. Dus de acteurs gaan allemaal een microfoontje hebben waardoor ze praten. En het publiek luistert met hoofdtelefoons. Dus het zal echt wel een behoorlijk spectaculair gegeven zijn. En ook al de locatie is op zich uniek om eens te bezoeken en... Je krijgt daar niet zo vaak de kans toe. En nu is eigenlijk het moment om daar eens binnen te komen. Nu, en mochten de mensen nog niet helemaal warm gemaakt zijn, dan maken we ze nu een beetje extra warm, want we hebben een teaser. We hebben een teaser, inderdaad. En die zullen we nu eens tonen. Wij robots zijn voorbestemd om over de aarde te heersen. Het menselijke ras heeft aangetoond dat het zijn heerschappij over de wereld niet waard is. De toekomst behoort toe aan de robot. En daarom hebben wij het recht om de mensen te onderwerpen en uit te schakelen. Voilà, bij deze RUR. Maar Kurt, jij als regisseur van RUR, waarover gaat het nu eigenlijk? Ja, RUR gaat over een fabriek die robots maakt. En die robots worden dan verkocht aan fabrieken of aan mensen als huishoudhulp, als fabrieksarbeiders. Maar die wetenschappers van die fabriek die zitten zo wat te foefelen aan die robots, waardoor hun AI, zoals dat heet, artificiële intelligentie, zich verder ontwikkelt. En zij tot het besef komen dat ze eigenlijk misbruikt worden door de mensheid. En uiteindelijk in opstand komen. Oké. Okay. Het klinkt spannend. Dus iedereen die nog geen tickets heeft, haast u naar de website en die luidt... www.rur2022.be. Alle daarheen zou ik zeggen voor tickets, want het wordt de moeite. Ja. Wij gaan in elk geval ons uiterste best doen. Zeker. Maar goed, Kurt, buiten ons... geweldig productietje. Ja. Zijn er nog andere scoops? Och, jazeker. Ja. Ik heb het stiekem ook gezien. Er zijn er heel wat. En er zijn er heel wat, Het begint met iets van projectsubsidies. Dat is triest nieuws eigenlijk. Hè, want best wel, Antwerpen heeft beslist om voor de komende 3 jaar ongeveer €720.000 aan projectsubsidies te schrappen. Wat betekent dat jonge makers nog heel moeilijk aan geld geraken om bepaalde projecten uit de grond te stampen. Dus dat betekent dat het eigenlijk, zeker voor de jongere theatermakers, heel moeilijk wordt in de komende jaren. En dat is een heel trieste vaststelling. Ik hoorde vandaag trouwens op het nieuws dat ook de
de stadsdichters van Antwerpen als een soort protest nu hun ontslag ingediend hebben. Dus allee, het heeft wel wat invloed en het is ook jammer dat dat allemaal moet gebeuren, zo'n dingen. Cultuur is en blijft belangrijk voor een maatschappij. En ik heb het gevoel dat we de laatste tijd cultuur al maar meer aan de kant schuiven. Zo. Ja, en dat is heel jammer. Ja. Ja, spijtige zaak, inderdaad. Maar goed, dat zijn zo van die beslissingen waar wij hoogstwaarschijnlijk niet veel zullen kunnen aan veranderen. Nee, dat is zo. En er zijn wat protesten, hè, en er zijn wat petities die rondgaan, maar ja. Zal het veel uitmaken. Men kan proberen en hopelijk haalt het iets uit. Maar goed, ja, we zien wel hoe het vervolgt. Ja, zeker. Ja, Kurt, onze vrienden van Open Doek zoeken nog volk voor iets. Ja, dat vond ik wel positief nieuws, leuk nieuws eigenlijk. Ze zoeken mensen die bereid zijn om dus de openingsvoorstelling te maken voor Spots op West. Ze gaan dus niet op zoek binnen hun eigen intimie, laten we zeggen. Ze smijten het open en ze vragen iedereen die geïnteresseerd is, kom met een voorstel die graag binnen het thema past van Spots op West. En doe iets. En we gaan dan een soort audities doen en dan kan je de openingsvoorstelling maken voor Spots op West. Leuk, leuke kans. Ja. Dus iedereen wie zich geroepen voelt, laat u gaan. Ik neem aan... Sorry. Dat is niets. Dat gebeurt, Kurt. Ja. Iedereen die zich geroepen voelt, ik neem aan dat we via de website, alle info kunnen vinden. Van. De website van Open Doek. Ja, dus... www.opendoek.be. Voilà. Ja. De volgende scoop, Kurt, zal onze cameraman Johan ook heel blij maken. Ja, zeker. Want het gaat over het stuk De Grönholm-methode. Ja. En dat stuk heeft Johan bij ons geregisseerd. Klopt, ja. Enkele jaren geleden. Maar wat is daarmee aan de hand? Ja, wel, De Grönholm-methode. Dus wij zijn nog altijd alle drie lid van Klakkeboom, het gezelschap. Waaruit de oorspronkelijke podcast gestart is en zo. En wij speelden ooit, ik denk in 2011, klopt dat, ja? De Grönholm-methode in de regie van Johan de Pape. Ook een vertaling van Johan. En we haalden daarmee de longlist van het Landjuweel met dat stuk. En nu hebben we een e-mail gekregen van een uitgever. Ja, dat is het. Een Spaanse uitgever maakt een soort jubileumpublicatie van de Grönholm-methode. En zij willen onze affiche daarin opnemen. Hoe leuk is dat? Ja, echt? Dat is heel leuk. En dat is ook en vooral, dat is natuurlijk voor ons leuk, maar ook natuurlijk voor de ontwerper van de affiche. En dat is Steven Soenens. Ja, die ook eigenlijk al het grafische ontwerp doet voor Rur nu. Ja. Dus dat is wel heel leuk nieuws. En we krijgen ook, dacht ik, 2 exemplaren van het boek toegestuurd. Leuk. En daar is Johan ook blij mee. Johan! Ja. Zo. Johan is daar heel blij mee. Ja, dus. Dat blijkt dus. Ja. Goed. Je had het daarnet even over de podcast, Kurt. Ja. Ja, wij zijn gestopt met de podcast, maar waar iemand stopt, gaat iemand anders verder. Ja, hè? We moeten niet zeggen, ze gaan verder, want het is een nieuwe podcast. Klopt, ja. Maar ik werd er wel blij om, eigenlijk. Ja, want dat was iemand die contact met mij opnam. Raf Jansen is dat. Die samen met zijn vriendin... zij waren fan van onze podcast. En dat zijn mensen van de Bert Leijzenkring in Balen, wat toch behoorlijk ver van hier is. Ja, nogal. Maar zij waren fan en zij hebben nu eigenlijk het idee opgevat om ook zelf een dergelijke podcast te maken. Ze gebruiken nu nog wat, maar ze hebben dat ook gevraagd aan ons. Mm-hmm. Een beetje dezelfde kapstokken die wij in der tijd gebruikten. En de eerste aflevering staat ondertussen online. En ik heb hem beluisterd en ik moet zeggen, het is een hele leuke podcast om te beluisteren. Ja. Raf Jansen, en nu moet ik even spieken, zijn vriendin heet Griet Bijens. Ja. Voilà, goed, leuk. Ik zou zeggen, ga eens gaan luisteren. Ja. Ik heb het ook gedaan, klinkt inderdaad leuk. Ja, klinkt leuk, ik vond het ook. En zij hebben inderdaad muziekjes voor hun intro's en zo. Ja, goed. Dat hebben wij nooit gehad. Nee, helaas. Nee. Maar het was anders wel goed. Ja, zeker, zeker. Ja, Kurt, nu moet je me even helpen, want ik zie hier theatertinder staan. Ja. Leg uit, wat voor soort beest is dat? Ja, theatertinder, dat is eigenlijk een initiatief van de Zendelingen. En de Zendelingen, die hebben de filmpjes die we de vorige keer laten zien hebben van de acteursprijzen, kwamen ook van de Zendelingen. Dat is eigenlijk een soort organisatie die allerlei projecten en concepten uitdenkt om cultuur
te ondersteunen eigenlijk. En een van hun initiatieven is inderdaad Theater Tinder. En dan maken ze zo'n filmpje over... dat is Lotte Lola, presenteert dat. Excuseer. En zij gaat op zoek naar iemand die met haar die avond naar een theatervoorstelling wil gaan. Ja. En ik vond dat eigenlijk wel een leuk concept, een leuk idee. En we laten daar ook een filmpje van zien nu. Een kort filmpje. Ja. Laten we daar even naar kijken dan. Hè? Ja, zeker. Ik vind dat er ongelooflijk veel moois is te zien in de theaters en ik wil die liefde graag met zoveel mogelijk mensen delen. Vandaag is mijn missie om een match te vinden voor CC Cindy Klaas. Vanavond speelt hier in de Schouwburg Maarten Westra Hoeksema zijn voorstelling Toen eindelijk alles lukte. Ik heb hier een extra kaartje en ik ga op zoek naar iemand die nooit naar het theater gaat, maar die kan enthousiasmeren om vanavond met mij mee te gaan. Het is vanavond om 8:00. Oké, ik zal daar zijn. Deel 1 is gelukt. We hebben een match gevonden. En nu ben ik aan het wachten op Lucas, die ieder moment kan arriveren om mij te vervoegen bij de voorstelling. Ik ben bang dat hij niet komt opdagen. Dus ik ga een noodoplossing zoeken en ik ga hier gewoon in deze straat aanbellen en vragen of er iemand nu meegaat. Spannend. Goeiedag meneer, hallo. Er begint over 10 minuten hier een voorstelling in de Stadsschouwburg. En ik heb 1 vrijkaartje. Heb jij misschien zin om met mij mee te gaan? Ik heb morgen eigenlijk veel toetsen, maar... Morgen school. Nu theater, maar morgen school. Hij komt op tijd naar huis. Toen kreeg ik een klein hongertje. Toen dacht ik, nou ja, dat ontbijt kost je €35. En is het vast niet erg als ik om 1:00 s'nachts al begin. Dus ik zou naar die ontbijtzaal, naar die ontbijt gaan. Er stond echt zo'n bak chocopops. Nou, ik nam er een hap uit, jongen. Zo, Hamid. Wij komen net uit een voorstelling. Hoe was het om hier te zijn? Heel erg leuk eigenlijk. Ik dacht dat het minder leuk ging zijn, maar het is heel erg leuk. Denk je het wel dat het leuk is om nog een keer naar het theater te gaan? Ja, zeker, zeker. Dat was echt even heel spannend vandaag. Eerst stond ik hier zonder match. Hij was niet komen opdagen. En eigenlijk het eerste huis waar ik aanbelde was daar Hamid. En die ging mee. Dus ik kan alleen maar zeggen dat ja, toen eindelijk alles is gelukt. De Zendelingen, die hebben leuke projecten, leuke concepten. En ik denk dat we nog een aantal aan bod zullen laten komen in de komende merdes. Dat mag zeker, Kurt. Ja. Zeker en vast. Ja, ik durf het bijna niet te vragen, Kurt, maar heb jij iets gezien? Ja, iets. Ja, ja, laten we ons beperken tot 27 stukken of zoiets deze keer. Dat kan bijna niet. Hè. Het is 30 dagen geleden dat we opgenomen hebben. Dan dat ik ja, goed, het was ook een grapje natuurlijk. Ah, hè, okay. Kurt, ja. Ik dacht dat... Ja, okay. Ik dacht dat je het meende, ja. Wat heb je gezien, Kurt? Verlos ons uit ons lijden. Maar dat weet ik. Je hebt altijd van alles gezien. Ik heb van alles gezien. Ik heb echt van alles gezien. Maar ik heb wel iets gezien. Specifieer. Ik heb Krakkelee gezien van Studio Orca. Krakkelee. Oké. Okay. Ja, je weet of je weet niet dat mannen, of ja, mannen vooral met ouder worden, emotioneler worden. Dus, en ik laat nu eigenlijk wel heel makkelijk een traan bij een voorstelling of bij een film of wat dan ook. En bij Krakkelee was dat ook weer het geval. Dat was zo mooi. En ik heb eigenlijk een traan gelaten om 2 redenen. Ten eerste omdat ik het zo'n prachtige voorstelling vond. Het gaat dus eigenlijk over een jongen die te vondeling gelegd wordt in een kerk. Mm-hmm. En die opgevoed wordt door de koster en zijn vriendin. En dat wordt gespeeld door de vondeling Titus de Voogd. Dominique van Malder is de koster, zijn vriendin is Janne de Smet. En daar, Robrecht van den Toren zit daar ook in, Ilse de Koe. Allee, het is een totaal, geen spektakel, maar een totaal theater. Die hem afspeelt in een kerk met een gigantisch decor. Het is echt een perfecte tragicomedie. Het is echt met een lach en een traan gebracht. Dus ja, die traan kwam er bij mij op het einde. Maar tweeërlei, omdat dit ook... ja, de laatste keer is dat ze dat stuk ooit gespeeld hebben. Want Studio Orca is ter ziele gegaan. Hè. Zij hebben de coronapandemie niet overleefd. Ze geraken niet meer uit de kosten. Het zijn ook vrij dure producties natuurlijk die ze doen. Ja. Laat ons hopen dat die mannen samen toch weer iets anders opstarten of zo. Want wat zij brengen is echt uniek. Heel mooi. Ja, het heeft wel wat met jou gedaan. Want
de avond of de dag na die voorstelling, ja, heb ik het... Tot vervelens toe? Nee, zeg maar. Tot vervelens toe. Nee, ja. Veelvuldig mogen aanhoren hoe schitterend het niet was. Het was echt een prachtige voorstelling. Voor jong en oud ook. Nee, ja. Niet alleen voor mij, maar ook kleine kinderen zaten daar vooraan, weet ik nog. Die hebben daar evenveel van genoten als wij. Maar dus mensen die het nog willen zien, helaas. Nee, helaas. 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 Ja. Nee, goed, ja. Kan gebeuren, hè. Andere stukken komen er ook nog. Ja, zeker. Heb je nog andere stukken gezien, Kurt? Ja, mijn naam is Anastasia. Nee, dat is niet waar. Kurt is het. Hè? Ah, ja. Dat wist ik niet. Hè? Dat was flauwe humor, toch? Dat was flauwe humor. Maar goed. Maar zo'n flauwe humor, Danny. Maar goed, ja. Ik ga al. Ja, daar. Dus ja, zoals ik zei, mijn naam is Anastasia. Van Theater Scherven en de Gebroken Spiegel in België. Met prachtige lichtbeelden en even mooie kostuums. Heel mooi gedaan. Ja. Ja, nu zit ik hier. Ik heb ook iets gezien. Jij hebt ook iets gezien, Danny. Ook iets gezien. Ik ben hier terug. Ja, ik heb ook iets gezien. En trouwens, jij ook. Doe niet zo verbaasd, want je weet het. Dat is waar. Ja, en Johan ook. Yeah. Ja. Johan heeft het ook gezien. Wij zijn gaan kijken naar Lysistrata. Ja. En wij zijn niet gewoon gaan kijken, want we hebben daar ook een reportage van. We zijn hier voor het moment in het schoolcomplex in Leupegem. Dat is een deelgemeente van Oudenaarde. En waarom zijn we hier? Omdat we met Theater Stam een toneelvoorstelling geven. En dat is nu vrijdag première. En wij spelen Lysistrata in een regie van Domien van der Meijer. Het lot van heel Griekenland hangt ervan af. De quoi? Van ons, vrouwen. Wij, vrouwen, wij moeten de zaken van Griekenland in handen pakken. Of we gaan er allemaal aan. Het speelt zich origineel af tijdens de Peloponnesische oorlogen. Griekenland versus Sparta. Eigenlijk ligt heel Griekenland in ruzie met elkaar. En die vrouwen zijn dat geweld beu. Die mannen zitten al eeuwen aan het front, komen nauwelijks nog naar huis. En die vrouwen zeggen, genoeg met dit geweld, genoeg met die oorlog. Wij stoppen met neuken. Wij gaan in seksstaking. En vervolgens krijg je daar een... anderhalf uur lang een expositie van. Onze mannen die gaan met een paal willen polstok springen naar ons. En naar ons willen graaien van geile gekten. En als wij dan weigeren, dan gaat je lekker zien hoe rap dat ze die vrede gaan tekenen. Het is vreewijs. Ja, het is enorm plezant. Er zit een hele leuke dynamiek in de vrouwengroep. We mogen een beetje anti-man zijn. En dat geeft wel een soort van verbondenheid op scène. Anti-man? Oei, nu word ik een beetje bang eigenlijk. Moet ik de olie soms uit mijn tuin zuigen misschien? Hoeveel duim zou ik dan wel niet nodig hebben om alle olie eruit te zuigen die nodig is om het land te verwarmen? Heeft u enig idee hoeveel vet er nog in die pot zit om olie uit te halen? Nee, u heeft geen idee hoeveel vet er nog in die pot zit. Ik weet wat een verwarming nodig heeft. Dan duwen ze ons land weer de vernietiging in. Om daar weer van te profiteren en dan weer van de wederopbouw te kunnen profiteren. En dat gaat ze maar door als een vicieuze cirkel. En zo hebben zij oorlog altijd. We zijn begonnen met de eerste lezing. Ik weet niet of dat conflict in Oekraïne toen al zo zwaar aan de hand was. Maar de realiteit haalt natuurlijk altijd de fictie in. En we verhouden ons toch wel tot... Je kan niet anders dan u verhouden tot de realiteit van vandaag. Gelukkig is het een komedie. Is het een politieke komedie? Dat wel. We hebben er ook een aantal originele elementen bijgevoegd van een aantal andere bewerkingen van Lysistrata.
van Gustav Ernst onder andere. Er is ooit voor de KVS daar een bewerking voor gemaakt. Een aantal essays ook, TED Talks. Er is heel veel feministische literatuur natuurlijk op de markt. Heel veel verschillende golven van feminisme onderzocht zijn geregisseerd door een man. Ah, de stijpen in mijn onderbuik! Ah, de stijpen in mijn onderbuik! Ah, maar dat hangt gij aan uw duivelse bruid aan het hatelijke vrouwelijke broed. Als ze zo lief en zacht en zoet. Maria! Oh, Siedertje verdwenen is, heb ik geen leven meer. Als ik in mijn eentje thuis kom en die lege keuken zie, dan krijg ik een kap meer door mijn keel. Er is best wel veel bij komen kijken. En, het schoolcomplex is normaal gezien een lege doos. En als je nu ziet wat wij ervan gemaakt hebben, het is een theaterzaal geworden, maar dat vraagt best wel wat werk. Ikzelf ben de koorleidster. Het is een Grieks stuk, dus dat is geschreven met koorpassages. Maar Domine heeft dat zo een beetje verwerkt, dat echt onderverdeeld is geworden in een figuur. En zij is eigenlijk ook een vrij sterk personage ten opzichte ook van die Lysistrata. Vive Picora, verus Lysistrata! Oh, Lys, die meisje, voor hij kent er wat van, hè? Alleen voor wat de moeder nog op. Lysistrata van het theater Stam. Ja, het was leuk, het was mooi. Eigenlijk origineel een Griekse tragicomedie van... Ja. van Aristophanes. Ja, vriend van in de lagere school. Ik maakte me de bedenking eigenlijk dat stuk is... Ja, wanneer is dat geschreven? Meer dan 2000 jaar geleden of zo. En dat wij daar nu nog... Dat wij dat nu nog brengen, dat is toch fantastisch? Dat is leuk, hè? Dat vind ik. Ja. Die man zou dat moeten weten, dat ze nu 2000 jaar later nog altijd zijn stuk kunnen brengen. Ja, ik denk inderdaad dat hij het niet weet, maar hij zou het moeten weten. Ja, ik vind dat wel leuk vinden. Ergens vind ik dat, van erfgoed gesproken, die man heeft wel iets nagelaten dan. Hè. Ja, dat is wel tof. Ja. Weliswaar in een nieuw jasje natuurlijk, maar we moeten het een beetje up-to-date houden. Hè. Klopt, ja. Goed, ik heb er echt van genoten. Maar, we hebben nog dingen gezien. Nee, sorry. Jij hebt nog dingen gezien, ja, Kurt. Ja, ja, ja. Jij bent naar onze vriend geweest. Onze vriend Thomas. Onze vriend Thomas. Thomas, die vaak meespeelde in Klakkeboem ook. Ja, een goede vriend van ons. De zaak Pelgrim in Petem. En ik moet zeggen, ik was onder de indruk van Thomas. Hij heeft dat heel goed gedaan. De zaak Pelgrim van... help mij. Ik kan je niet helpen. Het theater Buitenbeentje en Binnenste Buiten. Dat is eigenlijk een co-productie tussen een volwassen groep en een jongerengroep. Ja. Oké. Okay. Goed. Ik zie hier nog een puntje staan. Nu even niet. Ja, nu even niet. Nu even wel. Nu even wel. Hè. Ja. Nu even wel, nu even niet. Dat zijn eigenlijk twee stukken van Maria Goos. Prachtige schrijfster trouwens. Maria Goos die heeft schitterende teksten prachtige geschreven. Prachtige schrijfster of prachtige stukken van die schrijfster? Nee, prachtige schrijfster. Niet van uitzicht, maar... Zij Oei, gebruikt... niet van uitzicht? Maar dat weet ik niet. Ik weet niet hoe ze eruit ziet, okay. Danny. Ja, sorry. Misschien kunnen we ze even laten zien hier. Of precies, misschien... laten ze even. Pas op, misschien ziet u ze al, maar wij weten dat nu niet. Nee, dat want voor ons is dat nu een groen doek. Ja. Maar jullie... Het zou kunnen. Okay. Ja. Laat dat... Dus jullie zien nu of het een prachtige schrijfster is of niet. Ik zeg dat ze prachtige teksten schrijft. En echt waar, ze schrijft hele mooie teksten. En nu even niet, nu even wel. Dat zijn eigenlijk twee stukken. Een stuk over vrouwen en een stuk over mannen. En die mannen vertellen een verhaal, er gebeurt iets op het einde, waarvoor die vrouwen dan later nog eens samenkomen om dat nog eens te bespreken. Ik vond dat eigenlijk een schitterende tekst van een prachtige schrijfster. En knap geregisseerd ook van Bernard de Kok. Een heel leuk concept, halverwege de zaal. Ja, goed, mooi, genoten. Leuk, Bernard de Kok, ja, die kennen we inderdaad. Mm-hmm. Goed. We gaan ook... elke maand op pad om een interview af te nemen. Inderdaad. Ja. En ook deze keer hebben we dat gedaan met niemand minder dan... Jan Verleijen. Voilà. En het was heel gezellig eigenlijk. Het was heel gezellig, ja. Zo gezellig dat het een beetje een langer interview is geworden dan anders. Maar het is interessant en het is leuk. Ja, zeker. En ja, oordeel vooral zelf.
Dag Jan, welkom in Merde. Jij bent van deze maand onze gast en we zouden een paar vragen willen stellen over theater. Nu, wat heb jij te maken met theater? Eigenlijk redelijk veel ondertussen, maar dat is helemaal niet zo begonnen. Maar hetgeen dat wij tegenwoordig doen is, ik speel heel vaak mee in theatervoorstellingen, maar we maken ook theater. We hebben hier een kleine VZW waarbij dat we schoolvoorstellingen proberen te maken en ook onze eerste stapjes willen zetten in avondtheater, laat ons zeggen. Dus we maken het en ik heb het geluk van ook af en toe te mogen meespelen. Voilà. Ja. Dus je bent vooral acteur dan? Ja, in hoofdzak, ja. Ja. En dat beperkt dan niet alleen hier in onze eigen VZ2, maar ik heb ook het geluk van af en toe een keer te mogen spelen in een gezelschap die mij vraagt of die mij ergens voor een bepaalde rol wel ziet zitten. En dan probeer ik dat te doen, want ik wil altijd, dat is iets wat ik tot het einde van mijn dag wil doen, mijn grenzen verleggen. Ja. En mijn horizon altijd maar verruimen. Dus ja. Mooi. En wat is de mooiste rol dat je ooit gespeeld hebt? Wel, een van die zaken die misschien minder voor de hand liggend, of een van de zaken die minder voor de hand liggend zijn, is dat ik mocht een voorstelling maken met Marc de Bel. En dat klinkt nu heel raar, maar goed. Ja. Ik moet even een sprongetje terugnemen in de tijd. Want als klein manneke was ik een boekenworm. Ik las, ik verslond boeken. Sport interesseerde me niet, muziek niet. Er was maar één mens die voor mij op aarde bestond, waar ik al zijn boeken van gelezen heb, en dat was Marc de Bel. Zoveel jaar later begin ik les te geven, want ik ben ooit nog leerkracht geweest. En een collega, een van mijn beste collega's, was Alain de Bel, de zoon van. Dus ja, hè. En toen zijn we ook begonnen met onze VZ2 en wilden we wel theater brengen. En het was Alain die zei, Jan, je moet een boek van mijn pa pakken. En zo hebben we Malus gebracht. En dat was onze allereerste voorstelling die we ooit zelf hebben gemaakt, waar ik ook in meespeelde. Mark is komen kijken. En die zei van, dat was eigenlijk een mooie voorstelling. Zou je dat niet zien zitten om een keer samen met mij iets te maken? En dat is precies een cirkel die mooi rondgaat. Dus voilà, de dromenzuiger van opa Pluizenbol was dat. Vond ik fantastisch om te doen, omdat dat, eigenlijk is daar... Of kun je daar duidelijk stellen dat je altijd mocht blijven dromen, want dat dromen effectief ook kunnen uitkomen? Er zijn er veel, ze Kurt. Ik heb ook het geluk mogen hebben van mee te mogen spelen met Tirza, omdat er iemand van de acteurs was ziek gevallen. Ze hadden dringend iemand nodig. En Bieke, die ook bij de dromenzuiger op dat moment meespeelde, die belde mij op een bepaald moment van ja, we hebben hier dringend iemand nodig, zie je dat zitten? En ik had me eigenlijk niet zo goed geïnformeerd. Ik heb op een bepaald moment gezegd, ja, ik zal dat wel doen. Maar dat bleek dus de hoofdrol te zijn. En dat bleek nog een fermen te zijn. In die zin dat er heel veel monologen tussen zaten. Dat was even slikken. Als ik dan uiteindelijk het script zag en mijn tekst. Maar dat was ook fantastisch om te doen. En dan nog eentje. Dus ik heb er zo vier. De Geruchten. Dat was hier in Theater Stam. Regie van Domien van der Meijeren en daar had hij mij ook gezien in de hoofdrol en daar moest ik gewoon echt vuilbekkerij uitgaan. En dat lag dus ook buiten mijn comfortzone. Dus misschien is de rode draad van de dingen waar dat ik trots op ben en waar dat ik eigenlijk wel fier ben dat ik dat mocht doen, zo'n beetje het verleggen van de grenzen telkens altijd. Ja. Wat was dan het moeilijkste dat je ooit gedaan hebt? Het meest uitdagende is iets waar we nu mee toeren, dat is een comedy. Ik mag meespelen in Groeten uit 2032. En waarom is dat een uitdaging? Omdat ik zit daar als enige zonder diploma of zonder naar de theaterschool of Herman Teiling of noem maar op geweest te zijn. Tussen allemaal anderen die dat wel hebben. Die gewoon zijn van comedy te spelen. En ik had nog nooit een comedy gespeeld. Nog nooit. Maar dat is iets compleet anders. En ik had dat niet verwacht. Dat was... Ja, dat is een totaal andere manier van spelen. Maar ook dus weer leuk, omdat dat opnieuw grenzen verlegt. Maar... Een vraag die wij heel graag stellen van Merde is... hoe ben je eigenlijk in theater terechtgekomen? Allee, wat heeft jou getriggerd om met theater te beginnen? Wel, ik zat vroeger, en goh jongens toch, dat is al 20 jaar geleden, in de KLJ.
Langer nog. En daar hadden wij ouderavonden. En dat was traditiegetrouw in een parochiezaaltje met podium. En dat was een optreden. Maar zonder vooraf bepaalde teksten. Zonder dat er eigenlijk werd vastgelegd wat er moest gedaan worden. Wij als leden en samen met de leiding, wij bepaalden dat zelf. En daar had mijn broer Bert en een goede kameraad van mij, Maarten, daar begonnen wij stukken te schrijven, in onze fantasie gedoken. En dat sloeg blijkbaar heel erg aan. In die zin dat het jaar daarna, dat ze zeiden van ja, je gaat toch opnieuw stukken schrijven, het jaar daarna opnieuw. Dus dat was een hele leuke om te doen, omdat we daar ook de feedback van het publiek van kregen. En daar is de eerste keer zoiets ontstaan van, dat is wel plezant zo op een podium staan. Ik had het ervoor nog nooit gedaan. Maar dan is dat dan toch blijven liggen. Tot op een bepaald punt dat we op school ook schooltheater wilden aanbieden aan de leerlingen. En zo hebben we Animal Farm gedaan. En dat was ook dan mijn eerste stapje in een echt theater. Hè. Dus hier in de Boekeren was dat in Oudenaarde. En jongens, toch, ja, dat smaakte naar meer. Wat is theater? Wat is de magie van het theater voor jou? Dat is, denk ik... dat is iemand anders mogen zijn. Mm-hmm. Op een theater mogen jij iemand anders zijn. En wat ik altijd maar weer merk, in tegenstelling tot andere acteurs, hoor, die dan bijvoorbeeld na de voorstelling zeggen, heb je de dingen zien zitten? Heb je de dingen zien? Ik zie niemand. Ik zie niemand. Voor mij zit daar ook niemand. Dat is heel bizar. Want op een of andere manier neemt die rol... Dat is raar, hè? Pas op. Neemt die mijn lijf over en ben ik iemand anders? Raar, ja. Allee, ja. Dus misschien komt het erop neer van het leuke van iemand anders te mogen zijn en het leuke dat je daardoor mensen ook een leuke avond hebt kunnen laten beleven. En wel, dan hoop ik dat jij nog heel veel personages mag worden. Hè. En bedankt, Jan. Jullie bedankt en ik hoop het ook eigenlijk. Voilà. Merci. Dus, Jan Verleijen, interessante man, heeft heel wat te vertellen over theater, heeft ook al heel wat ervaring eigenlijk, heeft een eigen gezelschap, Creafant, dacht ik, ja is de naam. Speelt ook jaarlijks Sinterklaas in Oudenaarde en zo, dus dat is wel een heel interessante, hele lieve man. Kijk, wat? Misschien kindjes mee. Oei. Ja, nu is het te laat, hè. Kunnen we dat schrappen? Kun je terugspoelen en censureren of zo? Okay, ja, geen probleem. Ja, komt in orde. Wordt gecensureerd. Dus ja, Jan. Sympathieke man. Zeker. Ja, inderdaad. We zijn er bijna, maar... Ja. Ook niet helemaal. Nee. Niet voor we de affiche besproken hebben. Klopt, ja. En de affiche van deze maand is Trekgat. Jullie kunnen ze ook zien. Trekgat. Eigenlijk is het Trekgat. Uiteindelijk van de Vlaanderen. Daar voor de Vlaanderen, daar voor de West-Vlaanderen. Ja. Goed. Ja, want ik vraag mij heel wat toe. Ik vraag mij oprecht af, Danny, of iemand die niet van West-Vlaanderen is, weet wat dit betekent. Trekgat. Ja, trekgat. Tocht, schat. Ja, zoiets. Ja. Zoiets. Ja, maar het is gebaseerd op Waaiendijk. Waaiendijk. Ja, dat ken ik. Ja. Vandaar. Waaiendijk van Bart van Uffelen. Ja. Waar ik trouwens ooit een... prachtige creatie van zag. Nee, echt. Ja, in toneelkring Sint-Rembert Torhout. Bij deze Torhout nog eens proficiat voor die productie. Maar goed, dit gaat niet over het stuk Waaiendijk, maar dit is een bewerking en regie van Chris van den Bergen. Ja. Dus, Chris van den Bergen, dat zegt me iets. Dat zegt u iets, ja, want het staat hier op die affiche. Is dat... Johan kan mij misschien helpen. Is dat de schrijver van Woest of nee? Nee, dat is Chris van Steenbergen. Ah, van Steenbergen, sorry. Ja. Goed, foutje kan gebeuren. Ja. Oh, nee, maar... Bij deze rechtgezet door onze ozo intelligente cameraman. Ja. Ja, goed. Blij dat hij er zelf mee lacht. De affiche trouwens. Titel in het groot, heel duidelijk natuurlijk. Doet me heel hard denken aan het wielrennen. Ja, je ziet inderdaad de strepen van de trui van de wereldkampioen wielrennen. Ja, inderdaad. Dus ik ken het stuk niet, dus ik weet niet of het er wat mee te maken heeft. Of ja, het duurt een tijdje voor je dit weet eigenlijk, maar uiteindelijk heeft het allemaal wel te maken met een wielrenner. Ja, okay. Dat klopt. Ja, goed. Maar ik ga daar niet te veel over prijsgeven, omdat dat de clue van het stuk is. Oké, goed. Ja, misschien moeten we dan niet te veel spoilers voor de mensen afsturen. Nee. Maar goed, ja, het beeldt wel een dorpje, een stadje af. Ja, ja. Slecht weer zie ik ook. Vandaag, ja.
vandaag. Slecht weer vandaag, ja. Ja, goed. Okay. Dus ja, ik denk dat het wel een beetje de sfeer van het stuk weergeeft. Ja. Ja. Ik kan uit de affiche niet meteen afleiden over wat het stuk zal gaan, maar is dat nodig altijd? Ja. Ik weet het maar niet. Je ziet natuurlijk, ik weet waarover het gaat. Je ziet een dorpje onderaan, mm-hmm. een kerkje en wat huisjes. En het gaat eigenlijk over een heel klein dorpje, die zo wat weg ligt van alles, waar het heel veel waait, vandaar ook Waaien Day. Mm-hmm. Zo wat een bizar dorpje, zo met vreemde mensen en vreemde figuren. Je zou er dus ook kunnen wonen. Ja. Nee, goed. Ja, sorry. Ik moest er even bij. Maar goed, ik vind het al bij al wel geslaagd affiche. Ja. Ja, oké. De data staan erop, ja. Dat is wel redelijk belangrijk, denk ik, bij een affiche. En ook waar het gespeeld wordt. Parochiezaal wat toe, zie ik hier. Nog mensen die in een parochiezaal spelen. Wij hebben altijd in een parochiezaal gespeeld. Wat mij ook opvalt aan de affiches de laatste tijd, is dat je... De reservaties, dat is altijd via websites nu. Hè. Ja. Daar staan nooit nog telefoonnummers op. Inderdaad, ja, dat is waar. Dat is waar. Goed, valt mij op. Dat is niet zo belangrijk, maar... Ja, de affiche, dat was het. Goed, voilà, dat was het. Niet alleen voor de affiche, maar dat was het eigenlijk ook een klein beetje... Voor deze aflevering van Merde. Inderdaad. Het is weer voorbij gevlogen. Zeker. Ik heb mij heel hard geamuseerd. Ja, ik ook. Ik hoop jullie ook. En als jullie zich geamuseerd hebben, klik dan zeker op de abonneerknop en op het belletje daarnaast. Dan blijf je op de hoogte van onze volgende video's. Dan rest ons enkel nog maar te zeggen tot volgende maand. Ja, en? Blijf nog even kijken. Ik zal niet zeggen waarom, blijf gewoon nog even kijken. Tot volgende maand. Dag. Larry? Ja? Ze worden hier eigenlijk bezig over Lysistrata. Weet hij dat dat stuk over seks, hè? Nee. Maar als hij dat zegt, dan zal dat wel zeker, hè? Ik zei dat, ja. Dat gaat over seks. Maar als dat hier wel de juiste plaats is voor over seks te babbelen? Ah wel? Nee, nee. Van eens niet. Nee. Het gelijk. Ah ja. Zeg, Speedy? Ja? Seks, wat is dat eigenlijk?